Jordi hier op Landschap FM. Het is 7:10 geweest. Je zou maar als amateur in de hoofdklasse A de bekerwinnaar van het veld spelen. Afgelopen week gebeurde dat bij AVV Zwift. Vitesse kwam op bezoek en maakte na 2 uur spelen nog steeds geen doelpunt. Toen kwam het op penalties aan en dat pakte goed uit voor AVV Zwift. Gisteravond zaten ze in de Wereld Draait Door en daar vertelden ze dat ze aanstaande zaterdag op bezoek gaan bij SV Noodorp. En laten wij nou net toevallig Ruud Kwik, de voorzitter van SV Noodorp, aan de telefoon hebben. Ruud, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik vraag me dan toch af hoe jullie je dan als voetbalvereniging voelen als je merkt dat de bekerbul op bezoek gaat komen. Ja, dat is absoluut waar. Het is de bekerbul, maar wij hebben geen speciale maatregelen getroffen daarvoor. Het is voor ons een gewone competitiewedstrijd. En we hopen dat ze afgelopen woensdag behoorlijk wat inspanning hebben verricht, zodat wij ze morgen kunnen pakken. Wat zijn jouw ervaringen met AVV Zwift, gewoon als voorzitter van de vereniging? Nou, we hebben ze 2 jaar geleden gehad in de eerste klasse. En toen konden ze bij ons kampioen worden. En dat is niet gelukt. Want toen wonnen jullie? Toen wonnen we ze op 0-0. Oh, kijk. Dus ze hebben slechte ervaring met Noodorp. Ja, en nou hebben ze Vitesse van het veld gespeeld. Misschien hebben ze nu wel juist een moraal die zo hoog is. Die zijn niet te stoppen, joh. Misschien zijn ze wel heel erg moe van de afgelopen woensdag. Ja, dat is dan maar te hopen. Dat moeten we ons ook wel opvestigen, denk ik. Ja, hoe ziet het elftal van SV Noodorp eruit? Is dat een sterk zaterdag elftal? Nou, ik weet niet of je goed ingelicht bent, maar wij zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar de hoofdklasse. En we hebben nu 3 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Datzelfde geldt overigens ook voor Zwift. Die hebben er ook 3 uit 3. Dus wat dat betreft kunnen we de degens kruisen. Ja, precies. En zijn jullie daarmee best wel op niveau? Promoveer naar de hoofdklasse betekent dus dat jullie het als amateurs best wel goed doen. Is er voor jullie dan in de toekomst misschien ook wel een klein verzetje weggelegd in de KNVB-beker, nou, zoals Zwift al deed? Dat is mogelijk. Je moet natuurlijk in de beker verder komen. Dan moet je minimaal een pool winnen of 2 wedstrijden winnen. En dan kom je in het hoofdtoernooi inderdaad terecht. Ja. Dat is wel natuurlijk een hele mooie uitdaging. Ja, dat denk ik wel. Nou, sowieso is het natuurlijk leuk dat jullie nu die bekerbul dan op bezoek krijgen bij jullie in Noodorp. Geen speciale maatregelen, hoor ik je zeggen. Nee, dus geen hekken langs het veld, geen extra bankjes. Nee, joh. Ik denk niet dat ze met heel veel supporters komen. De euforie was groot geweest bij hun. Ze hebben een aardig feestje gevierd, denk ik. Maar ik verwacht niet dat zaterdag dat ze met grote aantallen naar Noodorp komen. Gewoon weer terug naar de orde van de dag voor beide ploegen dan. Ja, precies. Nou goed, maak in ieder geval wel een hele leuke zaterdag van. Want dat is natuurlijk ook voor jou als voorzitter altijd belangrijk. Toch een leuke wedstrijd maken met elkaar. Ja. En feliciteer ze van ons als je ze tegenkomt. Ja, misschien komen we wel even kijken. Komen we wel even zien hoe jullie hen weer van het veld spelen. Ja, misschien is dat ook mogelijk. Ja, want laten we erop hopen. Kijk, want het gaat natuurlijk zo, hè. Kijk, als jullie dan AV Zwift van het veld spelen, die hebben weer Vitesse van het veld gespeeld. Die hebben op hun beurt wel eens Feyenoord van het veld gespeeld. En die hebben Manchester United van het veld gespeeld. Dus dan weet je het wel. Dan stijgen we in aanzien. Ja, precies. Dan heb je eigenlijk gewonnen van Manchester United aanstaande zaterdag. Absoluut. Zo werkt het toch? Ja. Maakt in ieder geval een mooie zaterdag van, Ruud. En bedankt dat je even je bijdrage wil doen. En wellicht komen we elkaar nog tegen. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan.